Waarom moeten wij participeren? Nou ja, de gemeente denkt dat als je burgerparticipatie toepast, dat er meer draagvlak ontstaat voor de besluiten die zij nemen, voor het beleid dat zij voeren, en dat de kwaliteit van het beleid ook toeneemt. Dat zijn de twee belangrijkste uitgangspunten. En dat vind je ook terug in de titel van het eindrapport. Wat houdt het onderzoek precies in? Ja, in dat onderzoek kijken we naar hoe de gemeente vormgeeft aan burgerparticipatie. Dat wil zeggen, hoe betrekt de gemeente burgers bij de voorbereiding van het beleid en ook bij de uitvoering van het beleid? Zijn we met z'n allen niet een beetje participatie moe? Daar ben ik het helemaal mee eens. Wat de regering op dit moment wil, dat is meer participatie. Maar dat is een iets andere participatie dan de burgerparticipatie waar we het hierover hebben in dit onderzoek. Hierbij gaat het echt om het betrekken van burgers bij dingen die om hun heen gebeuren. Hoe zou de gemeente de investering in participatie beter kunnen overbrengen op de burger? Ja, heel essentieel in burgerparticipatie is, naar mijn oordeel, dat de burgers betrokken worden door verantwoordelijkheid te geven over een bepaald dossier. Dus niet burgers betrekken bij een dossier als de oplossingen gekozen moeten worden, maar bij de probleemstellingen zelf. En dat is dus in een veel verder traject daarvoor, in een allereerste punt waarbij een probleem wordt geïnventariseerd en de vraag aan de orde is dit wel een probleem en hoe gaan we dit oplossen? Wat wij graag, tenminste ik moet het zo zeggen, wat een rol heeft gespeeld bij de keuze van dit onderwerp vorig jaar is de algemene landelijke discussie over lokale democratie en de rol van burgerparticipatie in. En daar zit ook een element in van dat de participatieladder die tot nu toe bestaat, eigenlijk zou moeten worden uitgebreid met een extra trede. En op die trede hebben de burgers het initiatief tot een bepaald voor het oplossen van een bepaald probleem. En is de gemeente serviceverlenend en ondersteunend voor die burgers. En dat is de allerhoogste trede van participatie die je zou kunnen bereiken.